Wanneer je gaat voor een wasdroger van AEG kun je kiezen tussen verschillende series. Ik vertel je welke opties je allemaal hebt. De 6000 serie is het instapmodel. Deze is voorzien van ProSense technologie. Dit is een beladingssensor die de programmaduur automatisch aanpast op de hoeveelheid wasgoed, waardoor je tijd en energie bespaart. Houd er wel rekening mee dat de 6000 serie het minst energiezuinig is door de hoge droogtemperatuur. De 7000 serie heeft niet alleen ProSense, maar beschikt ook over Sensi Dry, wat inhoudt dat hij op een lagere temperatuur droogt. Hiermee bespaar je een hoop energie en dus ook kosten, tot wel 75 euro per jaar ten opzichte van het instapmodel. Drogen op een lagere temperatuur is ook nog eens beter voor je kleding, want je hebt minder kans dat het krimpt. De 8000 serie heeft daarnaast ook nog Absolute Care. Dit houdt in dat de droger aparte trommelbewegingen heeft voor verschillende typen was. Zo droog je gerust je zijden blouse of je wollen trui. Bij een wolprogramma draait de trommel bijvoorbeeld wat sneller, zodat je natte trui plat tegen de trommelwand droogt. Zo blijft je trui mooi in model en rekt hij niet uit. Tot slot is er de 9000 serie. Dit is de meest uitgebreide droger van AEG. Deze is namelijk ook nog voorzien van Fiber Pro technologie en een 3D-scan. Fiber Pro zorgt ervoor dat je minder hoeft te sorteren en je synthetische en katoenen was bij elkaar in de trommel stopt. De sensor meet waar je was het vochtigst is en de droger past hier zijn warmteverdeling op aan. Zo blijft al je wasgoed lekker zacht. De 3D-scan meet de vochtigheid aan de binnenkant van de stof. En dat is handig wanneer je wat meer gelaagde kleding droogt, zoals je favoriete donsjas of je donsen dekbed. De 3D-scan zorgt ervoor dat het zijn vorm en isolatie behoudt. Zo blijf je altijd lekker warm.